fantastisch weg. En Leo Pijper is nu al voor de rest. Fantastisch, kijk eens wat een lef die daar heeft. Martin Malek pakt in de leiding voor Theo Pijper. En die gaat even orde op zaken stellen. Maar ja, zo even is dat allemaal maar niet. Want het gaat verschrikkelijk hard hier. Malek en Pijper. Pijper aan de leiding. Dan is het Martin Malek, Dave Meijering, Henry van der Steenen, Jaap Rotterdam. De lijn gaat iets anders worden. Let er maar eens op. Het is Pijper die, kijk, dat achterwiel komt nu toch iets naast dat voorwiel. En dan zien we dat het toch wat minder plakkerig wordt. Dan krijg je de betere wedstrijden. Kijk, Pijper heeft het goed vast. We gaan straks naar die laatste ronde. Pijper komt daar wel weer wat kwast te staan. Malek moet hem als het ware ontwijken. En eens kijken welke lijn Pijper nu gaat nemen. Pijper gaat weer vroeg naar beneden. En dan Malek, kijk, die stuurt hem omhoog. Pijper krijgt ook wat omhoog. Maar Pijper is voor een plekje te vaak. Die pakt hier deze serie. Of heeft Malek wat in die laatste bocht? Die gaat heel veel, heel hoog bovenlangs. En Pijper kijkt hem aan, stuurt hem dwars door die lijn heen. Pakt hier de overwinning Theo Pijper voor Martin Malek. En zijn Dave Meijering nog net voor Jarno de Vries en Henry van der Steenen.